Hallo, ik ben Maarten en we zijn vandaag in Brussel. Ik neem jullie mee op mediawijs.be. Maar wat is dat nu juist eigenlijk, mediawijs.be? Aha, we zijn op de goede weg. We zijn er eindelijk geraakt en Sanne gaat ons wat meer uitleg geven wat mediawijs.be juist is. Vandaag is dus de officiële lancering van mediawijs.be, dus het kenniscentrum Mediawijsheid van Vlaanderen. En de opdracht van het kenniscentrum is eigenlijk om de mensen kritischer en bewuster te leren omgaan met de media. Mediawijsheid is een zeer breed begrip. Dus we willen eigenlijk inzetten op verschillende aspecten van omgaan met zowel klassieke media als nieuwe media. Het gaat zowel over technische vaardigheden als creatieve vaardigheden, als informatievaardigheden. Dus eigenlijk het kritisch reflectief kunnen omgaan met informatie. Ik had niet echt specifieke verwachtingen van de sessies. Ik wou eigenlijk gewoon komen luisteren wat het kenniscentrum juist ging doen. En ik zou het heel fijn vinden als ze uit de sessies de aanbevelingen van de mensen die daar zaten toch meenemen en er iets concreet mee gaan doen. Ik vond vooral de namiddag interessant. Dus waar wij de kans krijgen om interactief, ook vanuit onze positie, de verschillende organisaties en instanties in het medialandschap in Vlaanderen, om onze visie daarop te geven en inspraak te doen. Ziezo, we staan weer op straat. We gaan nu op zoek naar jongeren om hun kennis te polsen over mediawijsheid. Kom maar mee. Excuseer, wat is mediawijsheid volgens jou? Mediawijsheid, dat wil het volgens mij zeggen. Dingen dat je op het internet doet, beveiliging, hoe dat je ermee omgaat. Met media en zo. Dat je niet alles zomaar op het internet zet, dat privé is. Een beetje verstandig omgaan met wat dat je op het internet zet. En wie dat je aanvaardt en met wie dat je contact wil hebben. Ik ben niet zo iemand die alles op Facebook gaat zetten of zo. Ik kwam me daar totaal niet mee bezig om altijd foto's op Facebook te zetten. Want ik heb daar eigenlijk totaal geen boodschap aan of zo, dus ik denk daar wel over na. Daar ben ik wel slecht in, want ik voeg iedereen toe dat een vriendschapsverzoek stuurt. Daar ben ik niet zo goed, misschien niet zo goed mee bezig, maar kijk ze. Dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Mijn e-mailadres en zo staat daarop, dus ik denk dat ik dat wel een keer beter moet verkijken. We hebben nu gezien hoe sommige jongeren denken over mediawijsheid, maar ze beseffen dat er nog veel werk is aan de winkel. Gelukkig is er mediawijs.be.